Het zou leuk zijn als VV kan verrassen hier zo. Juist. Oh, dit is goed. Yes. Dit is een goal. Dit is 1-0 voor VVV. Wat is dit dan, jongens? Nick Kooijman. Ja, dit is een verrassing. Dit is een verrassing. Ja. Klasse, jongen. Ja, is dit dan de camera, Frank? Ja, ik weet wel één ding is zeker. Brian is goed agressief op dit moment. En dit is precies eigenlijk Nick waar Nick hem hebben wil. We hebben een Brian die kookt, maar als hij dit juist wel nog naar zijn hand weet te zetten, nog weer meer respect voor deze man! Hij doet het met Vieira! En ja, dan heeft hij deze uitdoelpuntje te pakken. Heerlijk! Met Vieira! Ja, dit is ook Brian. En heerlijk, hij kookt nog steeds, maar hij maakt hem wel. Hij is nog steeds boos. maar wat mij dan ook weer opvalt, is dat Vieira een bal in de kruising jaagt. Dat is natuurlijk waar je bij wil zitten, 1 tot en met 2. En als je dan van tevoren zou zeggen wie hoort daarbij, wie zijn een van de kanshebbers, zie je toch wel Heracles. Dus het zou buitengewoon opvallend zijn. Ja, eigenlijk Heracles en Ajax. Dus het zou buitengewoon opvallend zijn dat Ajax gelijk speelt de eerste wedstrijd. Het is 2-1! Ja! Brian! Natuurlijk de emotie! Hij draait het om. 1-2, tweede uitgoal ook voor Heracles. Blijdschap natuurlijk ook bij het team erachter, Lef en de coach bij Heracles. En zo is die 1-0 achterstand toch alweer heel snel weer omgedraaid. Hele goede bal op Eusebio. Kan hij dan hier nog afmaken? Nee, niet te veel naar de zijkant, want dan fluit hij af. Nee, het is goed. Het blijft bij 1-2. Of mag Gerakles nog een keer? Nee, oh, hij is gewoon niet helemaal tevreden, Brian. Hij mag nog een keer. Nee, toch klaar. Hij is niet tevreden. Brian is niet tevreden, ondanks de camera-instelling. Maar wel een 2-1 overwinning voor Brian van Heracles. Daar is hij. Kijk, hij draait, hij kapt, hij legt terug. En het is bijna een goal. Het is een goal. 1-0 Heracles. 3-1 overal. Het is het doelpunt. Het eerste doelpunt van Lef in de Eredivisie namens Heracles Almelo. Ondertussen, hier, dit is een goal. Ja, en het is weer 45-90, jawel. Maar hij laat zich niet gek maken. We hebben ook te horen gekregen, dat mogen we wel melden, dat wij hier straks op de mainstream nog in actie gaan zien. Team YouTube. Team YouTube, ja. Team YouTube Dani. En ook nog eens tegen SK. Ja! Lekker, jongen. Wat een goal, wat een fout. Weer van Marc-André ter Steeg. En het staat 2-1 voor VVV. En wie had dit verwacht? Kom, je begon over Team YouTube. En kijk er opeens om en het staat 2-1. Wat een fout. Ik heb het oprecht niet gezien. Nee, ik wel. Er was niks aan de hand. Ik wil dit zien in de herhaling. Wat is dit? Weer ter Steeg. Kijk eens. Weer zoiets. Een kopie. Vieira, toch weer terug naar Pelé, naar die zijkant. Oh, heel veel man van Heracles nu voorin. Het kan toch niet duren, lang duren, wordt er een gaatje gevonden, maar dat gaatje is er, het is een goal! En daar is die! Lef Vinken! Dat is de ervaring, jongen! Inderdaad, ja, Brian schreeuwt het, dat is de ervaring. En wat laat je het dan toch knap zien, onder druk. Lef met een geweldig langlopende aanval. Wordt dit de laatste aanval? Hebben ze ongelijk, bedoel ik. Oh, kijk eens wie er in het midden vrij loopt. Ja, kijk eens wie er dan naar boven vrij loopt. Gaat hij afmaken. Oh, goal! Lekker! L2. Brian weer heerlijk. Dit is wat je wil zien. Brian is toch een dolle. Een goede overwinning van Lef Vinken. 3-2 tegen Dennis Verhoeven.